Een van de speeches uit 2018 die bij het Debatinstituut grote indruk maakte, was de speech van bisschop Michael Curry. De bisschop die mocht preken tijdens het sprookjeshuwelijk van het jaar tussen Prins Harry en Meghan Markle. Wat maakt de speech nou zo bijzonder? Allereerst de spreker zelf, die werkelijk de kerk vult met zijn persoonlijkheid. Het enorme charisma van deze Michael Curry, die werkelijk het podium helemaal inneemt. Ook hier en daar wat heen en weer begint te lopen en van achter de kansel vandaan komt. Tweede wat deze speech heel bijzonder maakt is dat, ook al is het een preek, hij de boodschap van liefde zo weet te vertalen dat de Bijbel niet al te veel centraal staat, maar dat hij heel groot en breed publiek weet aan te spreken. En hoe doet hij dat? Dat doet hij bijvoorbeeld door iedereen te vragen terug te gaan naar het moment dat ze zelf voor het eerst verliefd werden. En de shots die je dan ziet vanuit de kerk, zie je mensen daadwerkelijk glunderen en dromend wegkijken. There's power. Power in love. If you don't believe me, think about a time when you first fell in love. The whole world seemed to center around you and your beloved. Kortom, hij wist perfect het gevoel te raken van de mensen in de kerk. En hij had ook een mooie centrale boodschap. De centrale boodschap was, there is power in love. En dat herhaalt hij meerdere keren in verschillende vormen. Power in love. Not just in its romantic forms, but any form, any shape of love. There's a certain sense in which when you are loved and you know it, when someone cares for you and you know it, when you love and you show it. Weet hij daardoor miljoenen mensen wereldwijd, gelovig en ongelovig, op een blije, positieve manier meegenieten van het prachtige sprookjeshuwelijk wat we op dat moment zagen en wat hij met zijn speech over de liefde zo mooi wist te symboliseren. Nou, ik zou zeggen, ga er zo voor zitten en geniet ervan. Maar voor je dat doet, wil ik je nog het volgende even meegeven. Je kunt hieronder jouw eigen comments geven bij deze speech. Vond je hem ook bijzonder of ben je er juist kritisch op? Maar je kan ook zeggen, ik weet ook nog een hele goede speech waar jullie een analyse van moeten maken. Vul dat dan hieronder in. Ga rustig zitten, pak de zakdoek erbij en kijk naar Michael Curry, die in mei honderden miljoenen mensen wist te beroeren met zijn prachtige preek over de liefde.